heel erg bijzonder voor mij om nu hier te zijn en in Amsterdam Doornroos te gastieren. Ik ben hier als 8-jarig jongetje begonnen te studeren voor dans in Nijmegen. Toen ben ik via Amsterdam, Arnhem en Den Haag bij het Stuttgart Ballet gaan dansen. Maar tijdens die periode dat ik hier op school zat, heb ik het Nationale Ballet natuurlijk erg vaak gezien. En ik vond het altijd een groot feest en fantastisch. En om nu hier zelf te gasteren is natuurlijk heel bijzonder. Niet alleen omdat het een Nederlands gezelschap is, maar ook omdat het zo'n hoogstaand niveau heeft. Een paar jaar geleden hebben Ted Branson en ik elkaar ontmoet in Shanghai. En toen hebben we al gepraat over een samenwerking en nu is het eindelijk zover. Ik hoop dat dit niet de eerste en de laatste keer is, dus ik wil heel graag terugkomen. Want als je dat verliest, je as, dan zal je eruit. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. Ik ben nu 10 jaar in Stuttgart en ik ben bij Choir de Ballet begonnen, gepromoveerd tot halfsolist. En dan zou ik gepromoveerd worden tot solist. Maar toen heeft John Neumeier mij gekozen om Chameleon Dame te dansen. En opeens na de première werd ik gepromoveerd tot eerste solist. Tot mijn grote verrassing. Wat aan de ene kant natuurlijk ontzettend bijzonder en leuk was. Maar aan de andere kant ook een verantwoording met zich meebrengt. En die moet je natuurlijk ook weer altijd waarmaken. Ik heb voorheen de productie van Marcia Heide gedanst van Doornroosje. Het enige verschil zijn een paar stapjes en een nieuwe paddeleur. Die moet ik nu dus leren. Ik ben hier nu 4 dagen geweest en vandaag gaat de eerste repetitie met Maia zijn, mijn nieuwe partner. Rachel Bourgeon, de balletmeester hier, was voorheen in Stuttgart om met ons aan Hans Vermanen ballet te werken. Dus we hebben een paar dingetjes al gedaan, de mise-en-scène en de variaties. Nu is het meer aan de paddedeus werken en ook aan Maia te wennen, dus dat we elkaar goed aanvoelen en dat soort dingen. Dus ja, dat wordt erg leuk.